als ik mijn deur open laat staan, ja, dan lopen mensen naar binnen toe. Dan kun je die mensen ook niet eens kwalijk nemen. Maar als ik mijn voordeur dicht doe, dan staan ze voor die deur. Volle AZC's zijn een keuze. Een overvol Ter Apel is een keuze. Namelijk als je de deur wagenwijd open laat staan aan de voorkant, zult u de opvang moeten regelen. Bent u ermee eens dat als jij maar voldoende opvang regelt, week op week, maand op maand, dat die instroom vanzelf ook wordt gerealiseerd? Namelijk, het trekt mensen aan om hier naartoe te komen. Zou u niet aan de voorkant beter kunnen zeggen, wij moeten remmende maatregelen treffen, juist om dat hele opvang, die hele asielketen die verstopt zit, om die te kunnen helpen. Namelijk voor degene die we echt hier willen toelaten. En niet de halve wereld op onze schouder nemen. En dit blijft elke keer in het verhaal. U heeft een symptoombestrijding bedacht door bedden bij te zetten. Maar heeft ook in de gaten dat het een aanzuigende werking heeft op nog meer asielzoekers. De staatssecretaris. Ik vind het op straat laten slapen voor de Ter Apel op allerlei manieren niet alleen geen oplossing, maar ook buitengewoon onwenselijk. En dat betekent dat als zich daar mensen melden, dan moet je ze wel opvangen, want je kunt moeilijk zeggen, althans, dat vind ik, dat vindt het kabinet, we laten je buiten slapen. Als anderen daar wel voor kiezen, dat is een andere, maar die zitten niet in het kabinet. Dus wij zeggen, als je voor de deur staat, dan doen we de deur voor je open en dan vangen we je op. Dan gaan we vervolgens wel beoordelen of je terecht voor onze deur stond. En als je niet terecht voor onze deur stond, dan bieden we je ook geen opvang meer en moet je terug naar het land van herkomst. En verder vinden we uiteraard dat er opvang moet zijn in de regio. U weet, het vorige kabinet heeft daarover ook een deel, althans de vorige, in de vorige kabinetsperiode is er door Europa ook een deal gesloten met Turkije, bedoeld om juist die opvang in de regio te regelen. Dat soort deals zou je meer moeten sluiten. U heeft volgens mij er ook nog een motie over aangenomen in deze Kamer, waar ik nog op terug moet komen afgelopen week. Laat onverlet, mensen die zich hier melden, moeten opgevangen worden. En in die opvang moet dan gekeken worden of men hier terecht is, ja of nee. En bij nee, dan moet de opvang stoppen en terug naar het land van herkomst. Heer Eermans. Voorzitter, als ik mijn deur open laat staan, ja, dan lopen mensen naar binnen toe. Dan kun je die mensen ook niet eens kwalijk nemen. Maar als ik mijn voordeur dicht doe, dan staan ze voor die deur. Met andere woorden, dan is er nog een keuze. U stelt ons als Nederland niet meer voor de keuze, maar u zet die deur gewoon open. Daar gaat het mij om. En u geeft daar geen antwoord op. Want u zegt, ja, het is zo ellendig als ik die mensen eenmaal hier heb. Hoe gaat u er nou voor zorgen als kabinet dat die instroom afneemt? Want het is niet sociaal voor Nederland. Het is ook niet sociaal voor de vluchtelingen die hier al zijn. Want het wordt één grote volle prop van mensen in een procedure die niet meer eindigen zal. Dank u wel. En graag via de voorzitter. De staatssecretaris. Ja, voorzitter. Daarvoor moeten we gesprekken aan met de landen van herkomst. Overigens, een deel van de mensen, zodra zij uitgeprocedeerd zijn, gaan wel terug naar het land van herkomst of naar andere landen, maar in ieder geval verlaten Nederland. Maar daarover moeten we gesprekken hebben met de landen van herkomst. En u weet dat die landen niet staan te springen in de meeste gevallen om mensen terug te nemen. Dus dat daar de blokkade op zit, die zit niet aan de kant van Nederland en de Nederlandse regering.